beste kijkers. Ik heb geen idee hoeveel kijkers er zijn. Maar wat ik ga proberen is een beetje uitleggen wat er gisteren eigenlijk gebeurd is in Washington. Want dat lijkt op het eerste gezicht totaal krankzinnig. En door velen is het ook als zodanig beschouwd. Maar feitelijk is het helemaal niet totaal krankzinnig. Feitelijk is het een vrij redelijk geregisseerd en doordacht politiek spel wat er gespeeld werd. En dat spel werd gespeeld door de zittende president, Donald Trump, en ook door een brede aanhang binnen de Republikeinse Partij van de zittende president. Vergeet niet, die rare menigte, want ze zagen er soms wel vrij merkwaardig uit, moet ik u zeggen. Die rare menigte was door de president zelf opgeroepen die middag om op te trekken naar het Capitool om daar de certificering van de stemmen voor Biden tegen te houden. Dat was het idee. En dat hebben ze gedaan. En dan is de vraag natuurlijk, hoe komt het dat een zittende president in feite relschoppers de gelegenheid geeft om te doen wat ze gedaan hebben. Waarbij we misschien ook nog heel even moeten kijken naar het zonderlinge fenomeen. Kan ik gewoon doorpraten? Ja. Oké. Ja, dames en heren, met de apparatuur die vertoont eigenaardigheden, begrijp ik. Maar ik ga toch maar door. Ja, we moeten even aandacht besteden aan het feit dat die relschoppers erin geslaagd zijn om het gebouw van het Capitool binnen te komen. En hoe komt dat? Ja, dat kan alleen maar komen omdat de bewaking dus niet op orde was. Andere woorden heb ik er eigenlijk niet voor. Dus het doet hij het nog steeds niet? Jawel. Hij doet het slecht, eigenlijk. Moet ik overnieuw beginnen? Nee, we gaan er maar door. Knippen jullie het dan op een pas? We zijn live. Dus oké, okay, ja. De vraag is, hoe konden de relschoppers doordringen tot het gebouw, het Capitool zelf? Ja, ik kan maar één ding veronderstellen, en dat is dat de bewaking van het Capitool totaal verrast was door de actie van de relschoppers. Je kunt er ook weer een samenzwering achter zoeken en dat de zittende president had opgebeld dat de bewaking wel wat minder kon of zo. Maar dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Ze waren simpelweg verrast door datgene wat er gebeurde. Maar nu de vraag, waarom is dit allemaal gebeurd? Dit hele toneelstuk, want dat is het eigenlijk, is natuurlijk een onderdeel van een veel groter toneelstuk. En dat toneelstuk heeft Donald Trump opgevoerd sinds hij de verkiezingen heeft verloren. Want de kern van dat toneelstuk is dat hij de verkiezingen helemaal niet heeft verloren, maar dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. En dat die verkiezingen op een valse en schandelijke manier gestolen zijn door de Democraten. En dat Biden geheel wederrechtelijk president gaat worden, dat is de theorie van Donald Trump. Dat is volstrekte onzin, dat is regelmatig aangetoond. Waarom gaat hij er dan toch mee door, deels ook gesteund door mensen uit de Republikeinse Partij, een aantal senatoren steunden hem, een aantal leden van de fractie in het Huis van Afgevaardigden steunen hem, dat heeft een hele goede reden. Want dit is niet alleen het slotakkoord van 4 jaren waanzin, dit is ook de ouverture, het begin in feite, van 4 jaar lastigvallen van Joe Biden. En 4 jaar, en dat is eigenlijk de kern van de zaak, 4 jaar lang moet hij zijn electoraat in een beetje een opgewonden toestand zien te houden. Dat levert hem namelijk groot politiek voordeel op. Ten eerste sturen die mensen geld om hem te steunen. Zij heeft ze ook opgeroepen om geld te sturen om hem te steunen. Dat is punt 1. Zolang hij in het middelpunt van de belangstelling staat, zolang hij in staat is om zijn electoraat in feite in een toestand van razernij en opwinding te brengen, is hij ook de meest dominante figuur in de Republikeinse Partij. Dus hij kan eigenlijk beschikken over alles waar die partij in principe toe in staat is en dat kan een hoop ellende met zich meebrengen. En dan is er tenslotte nog een ander punt. En dat punt is natuurlijk dat het helemaal niet uitgesloten is dat Donald Trump in 2024 weer een gooi zal doen naar het presidentschap. En als u dan zegt, ja, maar dan is hij zo oud, dat kan toch eigenlijk niet. Hij is op dat moment, is hij niet ouder dan Biden op dit moment is. Dus dat is een verwijt wat in de Amerikaanse politiek geen grote rol zal spelen, denk ik, eerlijk gezegd. En dan nog, wat maakt leeftijd uit? Ik acht het helemaal niet uitgesloten. Stel voor dat het economisch herstel minder is dan we verwachten. Stel voor dat Biden het minder goed doet dan we verwachten.
Stel voor dat Biden overlijdt, wordt Kamala Harris. Er zijn allerlei scenario's denkbaar waarbij in feite de mogelijkheid bestaat dat Trump onder betrekkelijk gunstige politieke omstandigheden het nog een keertje gaat proberen. Dus in feite is deze hele poppenkast, want dat is het, over de zogenaamd gewonnen verkiezingen, zijn landslide overwinning, zei hij gisteren nog eens een keertje, dat is allemaal, daar zit een politieke ratio achter, dat heeft betekenis. En ik begreep ook niet goed dat mensen zo verbaasd en verontwaardigd waren gisteren, ook in de Verenigde Staten, omdat dit natuurlijk allemaal past in een patroon wat Trump al jaren en jaren opvoert, namelijk de meest fantastische leugens, waarvan elk normaal mens vrij snel kan besluiten dat ze niet juist zijn, maar die leugens worden door een groot deel van zijn aanhang wel geloofd. En dat heeft weer te maken met het feit dat je in Amerika meerdere informatiesystemen hebt. Je hebt een traditioneel informatiesysteem, maar ook een speciaal ultra-rechts informatiesysteem. En daar kijken die mensen naar die kletspraat van Donald Trump geloven. Laat ik daarvan een voorbeeld geven. Lang voordat Trump begon aan een presidentiële campagne, was hij de leider van de zogenaamde Birther Movement. En die Birther Movement, dat was ook een organisatie die een grote leugen verspreidde over president Obama. Namelijk dat president Obama niet was geboren in de Verenigde Staten, maar in Afrika of in onder andere derde wereldland. Want dat zou betekenen dat president Obama in feite een illegitieme president was. Dat hij geen recht had om dat te worden, want je moet geboren zijn in de Verenigde Staten. Of wat als zodanig wordt beschouwd. Dus dat hele idee van de aanhoudende leugens, niet waar, is steeds hetzelfde. De bedoeling van die leugens is steeds om de legitimiteit van de tegenstander te ondergraven en daarmee in feite je eigen politieke positie te versterken. Het toneelstuk wat we gisteren hebben gezien is in feite de beste manier, denk ik, voor Trump om na zijn nederlaag toch greep te houden op zijn electoraat. Namelijk door te zeggen dat hij helemaal niet verloren heeft, maar dat hij eigenlijk gewonnen heeft. We weten nu ook dat zijn vicepresident Mike Pence, die heeft hij ook gisteren nog uitgebreid opgeroepen, Mr. Vice President, u kunt een einde maken aan deze schandelijke vertoning. En Mike Pence heeft hem een deftige brief geschreven en naar het schijnt ook in een persoonlijk contact zegt, nee, dat kan ik niet doen, want ik beschik niet over de constitutionele mogelijkheden. Dus uiteindelijk, toen puntje bij het paaltje kwam, heeft Mike Pence gedaan wat hij ook daadwerkelijk moest doen. Maar natuurlijk ook die republikeinen in Senaat en Huis die zich verzet hebben tegen de certificatie, of certificering, ik weet eigenlijk niet wat de juiste Nederlandse term daarvoor is, die treft natuurlijk ook schuld. Die hebben meegedaan aan die leugen, omdat zij in feite ook denken dat die leugen voor hen politieke voordelen met zich mee kan brengen. Want van de huidige zittende republikeinen, als die herkozen moeten worden, of als nieuwe gekozen moeten worden, dat betekent dat zij de Trump-kiezers dringend nodig hebben. Die Trump-kiezers, dat is een trouwe schare. Dus vandaar dat ze ook wel bereid zijn om Trump te steunen, want Trump kan zijn kiezers oproepen om dan op die republikeinse kandidaten te stemmen. Dus wat zo wonderlijk en idioot eruit ziet, dat je denkt, waarom doen ze dit nou, dit is toch een rare toestand. Nee, in feite is wat u gezien heeft, hoe treurig ook, want natuurlijk is het toch een soort aanslag op de democratie, hoe treurig ook, dit is van de kant van de republikeinen een rationele strategie. En dat leert u ons voor de zoveelste maal dat de Republikeinse Partij niets geeft om democratische procedures, maar in feite alleen geïnteresseerd is in de politieke macht en bereid is om alles te doen om die politieke macht te behouden of te verkrijgen. Dus ga nou niet thuis zitten wenen van hoe erg is dit allemaal. Dit is allemaal keurig georganiseerd met in het achterhoofd het politieke belang van de Republikeinse Partij.